wat eigenlijk. Een krokodil, die heeft bijvoorbeeld zoiets, zo ligt een knikketje ongeveer. Maar dat beest, dat is nog veel, een van onze laatste hysterische dieren. Ik zou niet zelf maar even zijn dat wij dus juist nog heel veel met dat gedeelte van ons hersenen dus handelen. Ja, maar hij zegt, wat ook grappig is, die man die schrijft op een gegeven moment van, microbes, dus microben hebben hun leven en leeuwen hebben hun leven. En hij zegt, die zijn allemaal veel safe, dus die zijn allemaal... Die kunnen niet mislukken, weet je wat? Net als een krokodil zal niet in één keer op gaan staan en weet je, met je gaan praten. Dus ze zijn, maar ik bedoel te zeggen, dan schrijft hij op een gegeven moment, maar only humans, dus alleen mensen, spelen het spelletje van deceive yourself and you can fool the world. Dus hou jezelf voor de gek en je kan heel de wereld voor de gek houden. En dan schrijft hij, dat vind ik een van de mooiste zinnetjes en die heb ik zo vaak, ja, ik zeg, vind het geweldig, hij zegt van crabs walk sideways, dus krabben lopen zijwaarts, but only human society keeps the eyes on the past as it backs into the future. Dus krabben lopen zijwaarts, maar de menselijke beschaving, de mensen, zeg, de maatschappij houdt zijn ogen op het verleden, terwijl het teruggaat in de toekomst. Dus eigenlijk is het een metaforisch van dit, weet je, van dat is eigenlijk ons leven. We gaan de toekomst in, de toekomst is daar, maar we houden ons daarmee bezig. Maar we kijken niet wat er gebeurt. Nou, dat is er geweest, die loopt zijwaarts, precies. En daarmee maakt hij de metaforische vergelijking. En dan schrijft hij vaak van... Dat is het derde ding, want wie is degene die wel recht naar voren loopt? Ja, maar dat doet hij niet zozeer toe. Wie... Ja, maar dat vind ik dan wel niet. Ja. Dat is mijn vraag hier. Ja, maar terugkomen wat ik net zei. De jachthond bijvoorbeeld. Bloedhond. De NE loopt ook voorwaarts. Die schiet eerst in de lucht en dan in de lach. Maar ik stop die hier en dan, ja, die vind ik heel mooi zinnig. Moet ik eerst zeggen. The invention of the game of limited and terminal local awareness that we call life. Dus de uitvinding van het spelletje van gelimiteerde en eindige lokale bewustzijn dat we het leven noemen. Is een contradiction of the concept of eternally total cosmic knowledge. Dus die staat in tegenstelling tot ons concept van eeuwig regeneratieve kosmische kennis van het intellect en wijsheid, wiens totaliteit van het begrijpbare begrip would answerably cancel out all questions and problems. Ja, weet je wat? Nee, dat heb ik niet verzonnen, weet je wel. Misschien andere mensen zijn er wel mee bezig, maar nee. Ja, which result? Ja, maar eigenlijk vond ik het meest interessant. Ik ben tijd nemen, schat. Ik ben enthousiast, maar als je enthousiast bent, en ik ben ook altijd veel te snel, als ik mezelf terug hoor, denk van, hey, ik kan er niet meer rustig. Ja, maar ik vind het allerinteressant van heel dit gebeuren is dat kijk, jij bent een ervaringsstructuur, ik ben een ervaringsstructuur, en ja, en dan hebben we die database, weet je, waar we het net over hadden. Mm-hmm. Dus ik vind het veel mooier om te zien dat je de mogelijkheid hebt om ervaring op te nemen. Het is de plek waar je geboren wordt, dus dat je mooi wordt geconditioneerd wordt. Als je niet oplet en je niet verzet, dan word je geconditioneerd. Ja, maar uiteindelijk ben je sowieso geconditioneerd aan het feit van dat je al woorden moet gebruiken. Ja, moet of ook niet. Uiteindelijk ligt die keuze er wel. Ja, dat is een luxe. Het is geen woorden. Nee, maar wat ik er dan interessant aan vind is dat... Dus het is juist het verleden praat wat je nou doet. Ja. Het is van jou, Jan, je hebt woorden. Woorden, ja, je hebt woorden bijgebruikt, dat is leuk, hoor. Ja, dat heb ik dat gezet, nee, die kant op. Dus het is met hoe je het gebruikt. Ja, maar dan kom je, dat is eigenlijk ook die relativiteit waar we net over hadden van het feit hoe je iets kan interpreteren. Dat is ook precies wat is in dit gesprek, vind ik dan, omdat... We kunnen communiceren als we dat willen. Ja, maar we kunnen alleen interpreteren aan de hand van dat gecommuniceerd wordt, aan de hand van je ervaring. Ja, daarvoor hebben we ook verschillende Wat moet je dan meer doen? We moeten eruit! Misschien is dat ook een soort overdreven. Weet je wel, dat ik een te troonzoeker ben. Nee, maar wat grappig is dat je dus heel zo, ja, wat ik zo'n mooi beeld van die krappe wijgen en de enige die in het verleden kijken en niet in de toekomst. En dan zeg ik, ja, ik ben wel geconditioneerd met woorden. Dus dan ben je dus die naar het verleden aan het kijken. Ja, omdat je niet anders... Het kan wel anders. Je kan het, doordat je ziet dat het anders is, dat is waardoor het anders kan. Tuurlijk kan het anders. Dat is gewoon een kwestie van willen. Ja, maar dat willen is weer vanuit dezelfde bron mogelijk gemaakt. Maar vanuit het verleiden, je kan toch niet anders dan... Nee, het gaat er dus om het verschil tussen je wordt
door je ervaring wat je op dat moment bent. Mm-hmm. En dan de volgende stap. Ja, je wordt wat je denkt. Je bent een ander mens sinds we weer muziek gemaakt hebben. Ik heb vanochtend de Turtle Speed muziek gemaakt. Nee, maar ik bedoel, dus dat is een constante ontwikkeling. Mm-hmm. Dus het verleden is geen last. Het verleden is de basis waarop je kunt bouwen. Misschien dat het een eindeloze herhaling is. Nee, dat ben ik, dat is weer ik had dus enorm lief verdiend om Ingrid. En ik ben ook gaan schrijven. En toen op een gegeven moment toen dacht ik ga een gedicht ervoor dragen bij die dichterbijeenkomst. En toen schreef ik een gedicht dus met die mensen daar in gedachten. Over dat. En ik dacht is van wacht even. Ik ben niet verantwoordelijk voor het feit dat iemand iets loslaat waarvan ik overtuigd ben dat het mooi was. En tegen wat mooi was, gaat mij niet ontnomen worden. Dus toen dacht ik kijk niet meer om, ik ga die kant op. Dat begrijp ik. Maar de gebruik... Dat is concreet, maar dat is hetzelfde. En heb je een lied gezongen bij de Joker. Ja, maar dat is precies hetzelfde wat je nog geen 30 seconden geleden zei. Dat je het gebruikt om verder te gaan. Ja, dat is zo zie ik, maar ik bedoel, dat doen we nu toch ook, maar ik zie dan dat... Uiteindelijk, wat er dan uit dit gesprek zou komen, of wat je dan voor ervaring zou kunnen hebben doordat je het op zo'n manier geïnterpreteerd hebt, dat wordt uiteindelijk ook weer onderdeel van dezelfde structuur, dat het regeneratief is. En die regeneratie... Dat is een verzameling knikkers, ja. Ja, precies, maar die verzameling knikkers hebben we weer nodig. Of wat je... Tuurlijk, maar dat is opbouwen, dat is scheppen. Ja, maar voor mij is het de enthousiasme die ik ervan van heb, en dat is ook de enthousiasme, de intentie van de woorden die ik uitspreek, is dat... Op het moment dat ik dat kan zien, of heel simpel bewust realiseer, ja, dat is dubbelop. Op het moment dat ik dat realiseer, dan gaat het voor mij echt open. Want dan zie ik van, ik heb soms echt euforische momenten. Nee, dat is heel anders dan toen, al te wensen ik jou te graven. Kijk, als kinderen hun knikkers weggeven, dan weet je hoe laat het is. Ja, dat is een historische verwijzing die nu even... Nee, ik las laatst een verhaal dat ging over knikkers. Ik verzamel knikkers. Wat je als op straat vindt, dan steek ze altijd in mijn zak. En dat ging. Iemand een dagboek, weet je, Anne Frank, een dagboek met kinderen in de klas. Dat was in Amsterdam zo. En dan. Als ze dan op school hoorden. Marietje gaat vanavond de knikkers uitdelen, dan wisten ze hoe laat het was. Want toen hadden ze bericht gekregen van dat ze op Sport. Ja, dat heb ik. Het was laatst op. Ja, het was laatst op tv, was ik heb het de klasgenoot. Mijn moeder heeft het me laten zien. Nu kijk ik heel aan. Ik ga een bestseller schrijven over. Een zigeunergezin wat ze afkomt. Dat is bijzonder als ze. Dat is nog een gat in de markt. Er is nog niet over geschreven, hè? Zijn mensen best wel nieuwsgierig naar, denk ik. Reclame.